Een hele goede middag. Het is vandaag woensdag, het is 7 december. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik was even naar beneden geweest, naar de schuur, om te kijken of mijn folders bezorgd waren. Maar die zijn dus weer niet bezorgd. Dit is voor de tweede week op rij dat ik mijn folders niet heb gekregen. Ik heb er vorige week ook een melding van gedaan, dus dat ga ik vanavond weer doen. Ik vind het toch wel jammer. Ik heb geen sticker, dus ik hoor mijn folders te krijgen en ik vind het gewoon heel leuk om die folders gewoon ook echt even door te spitten. Weet je, dat je gewoon echt eventjes lekker er doorheen kunt bladeren. Nog even kunt kijken van, oh hè, zijn er nog dingen die ik nodig heb qua aanbiedingen voor de boodschappen. Maar ja, niks. Ik heb ze weer niet. Dus ja, ik weet niet wat daar de reden voor is. Maar ja, het is niet mijn probleem, want ik wil gewoon mijn folders. Gisteravond heb ik gekeken naar Bureau Arnhem, wat heel erg interessant was weer. Ik vind dat wel een interessant programma. Ik heb daarna nog even Fortnite gedaan. Gaat op zich wel lekker, maar het is wel lastig. Omdat je heel erg moet wennen aan de nieuwe wereld. Ik heb de vlog afgemaakt. En ik heb mijn foto's bewerkt. Dus dat is allemaal klaar. Dat ging allemaal goed. Toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken. Die werd nog verwarrender dan dat die al was. Dus ik moet heel erg mijn aandacht erbij houden. En toen was ik erover aan het nadenken. Toen ging ik in mijn hoofd helemaal, oké, maar wie ben je nou? Want het schijnt dus dat, ik vertelde al dat het dus over tweelingzussen ging. Maar nu schijnen ze dus al een jaar geleden van leven geruild te hebben. En nu schijnt de mensen die denken welke zus er vermist was, dat schijnt ze dus niet te zijn. Dus nou, het is allemaal heel verwarrend. Daarna heb ik even Dr. Tienis gekeken. Ik heb een nieuwe trui binnengekregen, die ga ik jullie eventjes laten zien. Ik heb van het weekend foto's gemaakt, daar heb ik jullie even bij gezet. Dus daar ga ik jullie dan laten kijken. Dan ga ik eventjes mijn huis verder schoonmaken. Ik ga ook alvast straks even kleding pakken voor morgen. Want morgen moet ik naar het ziekenhuis toe om naar dit beeldje te laten kijken. Daarna gaan we even naar de stad. Maar dan heb ik in ieder geval gewoon alles klaar liggen. Dat ik morgen gewoon niet heel veel stress heb, dat alles gewoon klaar ligt. Maar ik ga even de trui erbij pakken en dan kunnen jullie daarna gaan kijken naar het maken van mijn foto's. Nou, hier is het doosje. Het is van Nine Lemons. En we verkopen dus truien waar trut op staat. Die vond ik al hele lange tijd heel erg leuk. Maar ze waren normaal 59,95 per stuk. En dat vond ik voor een trui toch wel even heel veel geld om uit te geven. Ik heb het idee dat ze gaan stoppen met de verkoop van deze truien. En daarom waren alle truien, heel veel van die truien, nu nog 10 euro in de sale. Dus ik heb er eentje uitgezocht. Hij valt ook oversized. Ik heb gewoon een maatje M gekocht. Oh, het is wel heel leuk ingepakt. Kijk, binnenkantje. Het is wel echt heel tof. En dit is hem dan. Maar hij is niet te vol. Kijk. Hij valt dus al een beetje oversized. Ik heb dus een S'je. Ik denk dat het zelfs nog een beetje ruim gaat vallen voor mij. Maar dit is hem dus. Ik heb een paarse gekozen. De andere kleuren trokken me niet heel erg aan. Dit is er wel op gedrukt. Maar ik vind hem wel super leuk. Ik dacht voor 10 euro is dit natuurlijk gewoon een hartstikke leuke trui. Dus ik ga hem gewoon eventjes lekker wassen. En dan kan ik hem lekker gaan gebruiken. Want ja, ik leef nu gewoon in deze tijd heel erg in mijn, ja, in warme truien. Goed, ik ga poetsen. En een muziekje aanzetten en dan kunnen jullie gaan kijken naar het maken van de foto's.
alweer tijd voor vakje nummer 7. Nummer 7. Even zoeken hoor. Nummer 7 zit hier. Dus ik ben heel benieuwd. Oh. Ik hoop niet dat ik iets zo. Oeh. Ah, het is een spiegeltje. Staat echt maximaal mooi op. Dan is het wel een spiegeltje. Heel niet, geloof ik. Jawel, het is wel een spiegeltje, maar je kunt jezelf er niet heel goed in zien. Er staat dus inderdaad Max en Mor op en heb je aan de achterkant dus het spiegeltje. Maar ja, nu door het plastic erheen kan je het niet zo heel goed zien, maar wel superleuk. Superleuk cadeautje ook. Nou, ik heb de boel hier weer lekker rond. Alles is weer schoongemaakt. Ik heb net even ook hier bij elkaar geveegd. Daar baalde ik een beetje van, want ik had dus dat doosje van die... alles binder er ook in zitten. En er kwam dus nog een beetje uit toen ik het doosje in de tas deed. En toen kwam het op mijn broek. Ik heb het wel af kunnen vegen, maar ik denk wel dat die even gewassen moet worden. Maar het huisje is verder weer lekker rond. Dus dat vind ik altijd wel weer prettig, dat het weer eventjes lekker schoon is. Voelt altijd weer fijn aan. Even een schone vuilniszak erin vind ik ook altijd wel lekker, want die dingen die gaan zo stinken. Ja, vind ik zo zonde. Ik heb nu een vrij grote vuilniszak en dan zit die eigenlijk nog niet heel erg vol. Maar goed, het is niet anders. Ik ga zometeen in ieder geval even lekker relaxen. Ik ga wel even mijn nagels een nieuw lakje geven. Want zoals je ziet zijn ze echt heel erg beschadigd. Ja, ik moet morgen ook nog eventjes weg. En dan vind ik het er toch zo onverzorgd uitzien als ik met zulke nagels weg moet. Dus dat ga ik wel eventjes doen. Ja, vanavond is het weer tijd voor het perfecte plaatje. Aflevering 9. Ik geloof dat we hierna nog twee hebben. Het duurt altijd best wel lang. Maar net wat ik zeg, dus ik wil het wel gewoon uitkijken. Maar ja, ik vind de kandidaten niet echt... tenminste niet allemaal dat ik denk van die verdienen een finale plaats, sommige zijn wel goed, maar we gaan het wel zien. Ik ga even shownieuws terugkijken, ik ga sowieso nog even gamen. Maar ik heb hier een beetje, het is niet mijn kies zeg maar het is de binnenkant van mijn wang die zeer doet. Er zit een plekje en dat doet heel zeer, dus praten, eten, alles doet eigenlijk zeer, drinken ook. Maar goed, ik ga nog een thumbnail maken voor de vlog, want die moet nog ingepland worden. Ik ga mijn blogpost schrijven. Dan ga ik verder met mijn Netflix-serie en vanavond dan ook weer Dr. Tinus, dus dat is het ook wel. Verder niet heel veel bijzonders in ieder geval, maar gewoon een lekker rustig avondje en dat is prima. Ik ga er dan ook gewoon morgen weer zien. Ik heb verder alles al klaar. Ik moet alleen nog even een shirtje pakken, maar ik denk dat die nog in de wasmand zit. Die ik dan morgen aan wil en dan is dat weer een zorg voor later. Maar goed, ik ga nu lekker relaxen, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 8 december. Ik ben klaargemaakt. Ik ga straks naar het ziekenhuis toe. Voor de mensen die nieuw zijn op mijn kanaal, ik heb op mijn kin een bultje zitten en daar ben ik naar de huisarts mee geweest. Omdat die tot twee keer toe best wel flink gegroeid is, zodat er een hele dikke bult onder kwam. En dat deed heel veel pijn. Toen ben ik bij de huisarts geweest, maar die heeft me toen doorverwezen naar het ziekenhuis. Omdat hun het maar even naar moest kijken, omdat zij ook niet kon zeggen wat het bultje precies was. En als het eventueel verwijderd zou moeten worden, moet het ook in het ziekenhuis, want dat doet de huisarts omdat het gezicht is. Daar moet ik eventjes voor naar het ziekenhuis toe. De afspraak is verplaatst, want ik had hem eigenlijk ergens in oktober, november al, maar dat kon toen niet. En daarna gaan we even naar de stad. Dan moet ik even, ga ik even een nieuwe harde schijf halen. We gaan ervoor even boodschappen doen. En als goed is, gaan we daar ook even wat eten. Maar ik heb mijn nieuwe tennisgilet aan en ik ga hem jullie even laten zien. Hij zit zo lekker. Ik ga even laten zien welke outfit ik aan heb. Lampje aan. Ik heb dus gewoon een skinny jeans aan van de... Ik heb er al een flinke haar aan hangen. Van de Lidl. De sloffen nog aan. Dit shirtje heb ik een tijdje terug bij de Aldi gekocht. 2 voor 4. En daar heb ik dus dan leuk dit giletje zo over. Ik vind het hartstikke leuk staan. Ik ben er heel, heel blij mee. Het zit ook lekker warm. Dus dat. Gisteravond heb ik gekeken naar het perfecte plaatje. Net wat ik al een beetje heb verteld de laatste tijd. Hè. Het seizoen is niet zo hoogwaardig als normaal. Maar op zich, nou ja, goed. De mensen die door zijn naar de halve finale. Het is wat het is. Ik heb nog even Splatoon gedaan. Toen heb ik...
mijn blogpost geschreven en de vlog ingepland. Die staat inmiddels online. Toen heb ik eventjes gekeken naar mijn Netflix-serie. En daarna ben ik weer Dr. Teams gaan kijken. En ik kan het nu toch steeds wel meer waarderen. Dat is wel leuk. Ik ga even verder alles klaarmaken. Even de stofzuiger hier doorheen halen. Mijn coach is er 1:30, 2:15. Dus ik heb nog heel eventjes. En dan kan ik nog even wat dingen doen. En dan ga ik jullie nog wel eventjes meenemen. En dan horen jullie later hoe het dus was. Zo, ik ben inmiddels alweer een tijdje thuis. Ik heb jullie even meegenomen naar de stad. Het was heel gezellig met alle lampjes en zo. Maar goed, even een update van het ziekenhuis. Ik moest best wel lang wachten, want er was daar best wel wat uitloop. Uiteindelijk toen ik naar binnen mocht, zei ze eigenlijk van ja, het is niet kwaadaardig. Dus het hoeft in eerste instantie niet weggehaald te worden. Maar omdat ik me er toch wel veel zorgen over maakte, omdat er best wel vaak een ontsteking onder kwam, heeft ze toch besloten om te gaan weghalen. Dus februari wordt het weggehaald, dit bultje. Dus dan ben ik daarvan af. En dan hoop ik gewoon ook minder pijn te hebben als er dan weer een ontsteking komt. Dat het in ieder geval niet zo pijn doet, dat ik niet zo'n bult om mijn kin heb zitten. Dat was allemaal goed. Ik heb nog een paar dingetjes gekocht in de stad. Niet heel veel, maar dat laat ik morgen wel even zien. Net als de boodschappen. Het is nou toch al zo goed als donker. Net kwam een strooiwagen erdoor. Ik zeg wel zo goed als donker. Het is hartstikke donker, want ik kwam met donker thuis. We hebben even lekker McDonald's gegeten en nu zit ik gewoon lekker goede tijden te kijken. Heb ik net koffie gemaakt, maar we moeten natuurlijk nog een vakje openmaken. En dat is vakje 8. Ik zet jullie eventjes neer. Muis! Nou, even kijken. Vakje 8. Ik ga even opzoeken. Vakje 8 zit hier zo. Oh, ik krijg het gewoon niet echt normaal open. Oh, leuk. En ook schaduwkleurtje. Nee, het is een highlighter. Sorry, een highlighter is het. Heel leuk. Je ziet hem niet super goed, denk ik, want er schijnt wel alles doorheen. Maar zo ziet hij eruit. Dus super leuk. Ik ga nu even koffie maken en dan ga ik goede tijden verder afkijken. En dan straks even Zeeman confronteert stalkers. Je hebt ook wel sleepers op net RTL 4, maar dat wil ik gewoon eventjes via Videoland gaan kijken. Dan ga ik straks even mijn foto's bewerken en vanavond weer mijn Videoland-serie kijken en natuurlijk ook mijn Netflix-serie. Dus dat wordt het verder ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien en dan zal ik eens even de dingetjes laten zien. Maar ik ga nu eerst eventjes lekker mijn koffie maken en goede tijden verder kijken. Ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 9 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb lekker weer eventjes een dik vest aangetrokken, want het is toch best wel fris.
Nou, ik heb op zich best wel diep geslapen. Ik was ook best wel moe na gisteren. Ik heb gisteravond nog wel even Zeeman Confronteert gekeken. Dat ging eigenlijk verder naar aanleiding van vorige week. Ze zijn dus opnieuw naar deze man toe gegaan. Want die scheen dus nog veel meer slachtoffers te hebben gemaakt. En ze vonden eigenlijk dat ze hier nog een aflevering aan moesten wijden. Dus dat hebben ze ook gedaan. Maar ze dringen gewoon niet tot deze man door. Beloftes maken die hij niet nakomt. Op een gegeven moment was het, ja, ik wil je dan later op de dag nog wel spreken. Nou, toen heeft hij nooit meer wat van zich laten horen. Dus het is gewoon een onbetrouwbare vlerk. Maar ja, dat wisten we natuurlijk al een beetje als je zoveel mensen oplicht. Maar dat was wel heel bizar. Ik heb even Shonies teruggekeken en nog Splatoon gedaan. Ik had eigenlijk een level waar ik al een tijdje niet doorheen kwam. Die heb ik nu gehaald, dus dat was wel fijn. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik ben nog even op zoek gegaan naar wat nieuwe boeken. Want ik had mijn boek, heb gisteravond mijn boek weer uitgelezen. Ging ik in één keer zo hard doorheen. Dus dat. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Die ook, nou, het is zo gemeen. Die ene zus die nijdt die andere er gewoon keihard bij. Dus best wel gemeen allemaal. En daarna had ik nog even Dr. Tinus. Ik zal zo nog eventjes laten zien aan jullie wat mijn boodschapjes die ik nog over heb en wat ik nou had gehaald in de stad, want dat was niet heel veel. En dan ga ik daarna lekker de slaapkamer doen, want die is weer eventjes nodig. Eventjes lekker weer een schoon bed en zo, gewoon even alles weer lekker schoonmaken. Dus dat is even de planning. Ik zal jullie even op het statiefje zetten en dan zal ik even de boodschappen pakken en de spulletjes van de stad. Nou, laat ik me even beginnen met de boodschapjes. Wat er nog van over is. Ik had bijvoorbeeld bij Lidl heb ik al een rollade gekocht voor kerst. En je had nu in de Lidl-app had je zeg maar al 1 euro korting op varkenshaasjes. Dus die heb ik ook al meegenomen. Die minis, weet je wel, die je voor gourmet of wat dan ook kunt gebruiken. Ik heb 2 Rivella meegenomen. Er was nu 2 flesjes voor 2 euro. Het zijn dan 1 liter flesjes. Die kon ik eerst helemaal niet vinden, want... Waar wil je 1 euro in omrekenen? Siri, stil. Siri bemoeit zich telkens mee. Maar die kon ik dus eerst niet vinden, want er stond een stellingcar voor. Dus die had ik eerst niet gevonden, maar die. Dan heb ik de chocomel meegenomen. Die mag ik eigenlijk nu morgen gaan gebruiken, want eindelijk dat vreselijke pak is op. De vorige keer was dus dit afgebroken. Nou, dat is echt een drama. Dus weer even een nieuwe. Eventjes een mondwater. Vind ik altijd fijn om te gebruiken. En ik heb hem dan aangebroken. Dan neem ik gewoon weer even een backup mee. Dan heb ik hier nog weer eventjes de multivitamine tabletten die van mij die waren op. Dus ik heb er even nieuwe gekocht. Dan heb ik een pakje met melkcupjes. Baalde een beetje, ik was ze bij de Lidl vergeten. En bij de Lidl heb ik zeg maar het dubbele voor 50 cent. En bij de Plus heb je er geloof ik 10. Maar goed, ik had ze toch even nodig. Kattenvoer. Chloor, heel belangrijk, want ja, die had ik van de week niet. Dat vond ik toch wel heel vervelend. Ik moest weer eventjes koffiecups hebben. En het was nu 2 voor 4 euro. Normaal is één zo'n koffie setje geloof ik al 4 euro. Dus het was nu echt 3, nee, 3,39 of zo. Dus het is eigenlijk volgens mij 1 plus 1. Dus ik heb even de mocha meegenomen. En de dark. Dark gebruik ik in de cappuccino, want dan vind ik de mocha dan te mild voor. Maar als ik mijn gewone koffie drink, drink ik dus mocha, want dan vind ik de dark weer te sterk. Er zit heel wat in bij mij. Ook was er 1 plus 1 op de honing. Dus ik heb weer even voor macaroni en spaghetti meegenomen. Dan heb ik dat staan en weer eventjes een bami. Want het was nu dus 1 plus 1 en ja, dan heb je gewoon weer even staan. Tegen de tijd dat je, weet je, als je weer pasta wil maken, dan moet je weer duur aan. En ik heb nog eventjes weer mijn latte meegenomen. En ik heb hier nog mijn bonen. Dus dat was het aan boodschappen. De rest had ik dus allemaal al opgeruimd wat in de vriezer moest. Spulletjes van de stad. Ik was bij McDonald's. En bij McDonald's kon je gratis de McDonald's sokken ophalen via de app. Ik heb wel echt een veel te grote maat gekregen. Want ik heb de 43, 46. Ik had eigenlijk de 38 tot 42 moeten hebben. Volgens mij waren die dan niet meer. Ik dacht sowieso al dat ik het niet meer zou kunnen halen. Maar goed, ik heb dus de McDonald's sokken. Volgens mij waren het wel dezelfde als vorig jaar. Daar klaagden heel veel mensen over, maar ik had ze nog niet. Dus nou, die kon ik gratis ophalen. Dan heb ik even bij de Hema ook van die removing clothes. Dit zijn dus van die doekjes om je make-up te verwijderen. Die kun je dus ook weer wassen. Dit zijn dus 3 doekjes. Je krijgt er dus 3. Dus eigenlijk alleen met water, maar ja, omdat je dan, ja, ik vind het toch op zich wel fijn, maar ik had eigenlijk maar 2 van die doekjes. En daar ben je gewoon snel doorheen, aangezien ik gewoon
zes dagen in de week make-up draag. Dus die. Shit. Mijn coach wilde erwtensoep maken. En ik vind dus nu deze in mijn tas. Die heeft ze dus niet meegenomen. Ik zal zo maar even een appje sturen. Dat was niet zo handig. Bij de Zeeman. Bij de Zeeman. Helemaal niet bij de Zeeman. Bij de Xenos heb ik een hangertje gekocht. En dat is een parfumflesje voor in de kerstboom. Die vond ik echt zo leuk. Die wilde ik al best wel vorig jaar of zo al een keertje hebben. En toen hadden ze, kon ik ze nergens vinden. Dus ik heb nu een hangertje voor in de boom. Ik ga morgen die kerstboom zetten. Kan die er meteen mooi in. Bij de Mediamarkt wilde ik heel graag een externe harde schijf erbij kopen voor mijn YouTube. Ze hadden niet wat ik zocht. Dat was een beetje jammer, want ik was heel erg op zoek naar een, eigenlijk een ander kleurtje. Maar ze hadden gewoon niet heel veel naar mijn smaak wat ik zocht. Dus dat heb ik niet gedaan. Daar ga ik even online naar kijken. Ik weet ook, mijn huidige harde schijf die komt ook bij een andere Mediamarkt vandaan. Dan kun je zien dat er best wel veel variatie is. Ik heb wel een spelletje gekocht, dat is Hoco Life, een soort Animal Crossing, maar dan toch wel iets anders. Dus ik was toch eerst wel een beetje in twijfel van wil ik het doen, maar uiteindelijk vond ik hem toch wel erg leuk te uitzien, dus ik heb hem gekocht. Even bij de Primark geweest, daar heb ik zo'n Reveal Pond Dispenser gekocht. Deze was €1. En die kun je dus gewoon zo openmaken. Ik dacht, ik vind het eigenlijk wel handig om mijn make-up remover in te doen. Het staat ook gelijk iets leuker, weet je wel, in je badkamer. Dus die heb ik meegenomen. En ik heb nog een pyjamaatje meegenomen. Die was nu in de uitverkoop. Het broekje was nu €4. Gewoon zo'n pyjama broekje. En ja, die vond ik wel leuk. En daar heb ik dan ook een Black Cousins hempje bij om in te slapen. En deze was nu €3. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik heb gekocht. Ik ga mijn coach eventjes een appje sturen dat ik haar erwtensoep nog heb. En dan ga ik even stofzuigen in de slaapkamer doen. Dan ga ik jullie dan even meenemen. Om vakje 9 open te maken. Waar zit 9? Hier. Vouw dit. Dit is een lipgloss. Heel leuk ook. Leuk kleurtje ook wel. Ik vind de verpakking is ook dan wat feestelijker, zeg maar, omdat die een beetje kerstgemaakt is. Dus super leuk.
Zo, alles weer lekker klaar. Weer een hele schone slaapkamer. Vind ik altijd een heel lekker gevoel. Bed is lekker schoon. Alleen een beetje gek. Ik slaap normaal altijd met zo'n slaapmasker op. Ik vind het lekker. Hoe donkerder, hoe beter. Maar die ben ik kwijt. En die kan ik niet vinden. Ik had eigenlijk gehoopt met het bed verschonen dat die ergens tevoorschijn zou komen. Maar dat is dus niet gebeurd. Dus waar die is gebleven, dat weet ik niet. Heel gek. Maar ja. Ik kan hem niet vinden. Ik heb wel een klitje in mijn haar, zie ik. De onderkant van mijn slof is kapot. Dus daar kan ik niet echt lekker mee oplopen. Want die ja, zit een gat in. En dat voel je dus heel erg met lopen. Dus ik heb nu maar eventjes. Het spul zit ook gewoon echt letterlijk. Oh mijn god, wat is dit? Oh. Ik heb hier gewoon een pluis aan mijn slof. Oh, dat moet ik zo wel even weghalen. Dat is heel vies. Maar goed, die kan ik dus letterlijk niet echt meer aan. Dus dat is een beetje jammer. Daar baal ik wel een beetje van. Ja, ik weet ook niet of ik nog nieuwe sloffen ga kunnen vinden. Want ja, die tijd is natuurlijk alweer een beetje klaar. Ik heb nog wel een was aanstaan. Die zal ook straks wel klaarstaan zijn. Ik kan die mooi de droger in. Ik dacht, ik moet toch weer even een wasje doen. Verder heb ik nou ja, wat opgeruimd en zo. Dus dat is allemaal wel lekker. Dat naar boven moest weer naar boven gaan. Ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ja, vanavond twee schermen, want je hebt ook de Mask Singer, maar ik wil natuurlijk ook Nederland kijken. Dus ik heb gewoon even twee schermen. Ik ga er wel vanuit dat we na vandaag klaar zijn. Maar ja, we gaan het in ieder geval nog wel proberen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, voor hetzelfde geld gaan we het nog een ronde redden. Maar ik ben er wel een beetje bang voor. Maar dat gaan we wel zien. Ik ga sowieso eventjes nog een spel doen. Als jou nu eens even kijken. En ik ga de video in elkaar zetten. Mijn blogpost schrijven. En daarna ga ik verder met mijn Netflix-serie. En Roze Geroldkleim. Dus dat wordt het verder ook wel. Ik ben vandaag ook niet in het oranje. Dat ga ik ook niet doen. Ik heb ook niks oranjes meer. Wat echt bij de winter past. De mascotte staat er in ieder geval. Dus we gaan het wel zien wat het wordt. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Want ik ga niks meer doen. Dus dat was het even voor vandaag. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 10 december. Ik ben klaargemaakt. Nou ja, gisteravond. Laten we het even over gisteravond hebben. Ik had twee schermen. Aan de ene zijde heb ik naar de Mask Singer gekeken. Dat is een programma dat duurt zo ontzettend lang. Daar heb ik gewoon geen zin in om dat terug te kijken. Ik had degene die eruit moest goed wie daarin zat. En ik had ook de gastartiest goed. Moet wel ontzettend lachen om die tijger, want die heeft zo'n allure en ik ben er nog steeds niet achter wie het zou kunnen zijn. Maar hij is wel heel goed. En aan de andere kant hadden we natuurlijk de wedstrijd Nederland-Argentinië. Maar ik heb natuurlijk al vanaf het begin af aan gezegd, dit wordt de ondergang. En inderdaad, we zijn er ook uit nu. Maar dan komt dat team dat veld op en dan zie ik al dat arrogante gezicht van die Messi. Dan denk ik al van, ik heb gegeten en gedronken. Ik vind hem zo'n arrogantie uitstralen. Gewoon dat hele team is één bonk arrogantie hoor, dat Argentinië. Maar ja, dan ga je van start en dan heb je ook nog eens een scheidsrechter die gewoon echt niet om aan te zien is. Die eigenlijk finaal tegen je is. Argentinië speelt heel gemeen, veel onderuit halen en hij gaf aan Argentinië heel weinig kaarten en in Nederland die kreeg heel veel kaarten. Nou ja, goed, dan wordt het op een gegeven moment wordt het 0-1 en dan staat Argentinië voor en dan ga je de rust in en dan denk je al van, nou, dit wordt gewoon niet, weet je, dat is nooit lekker om met achterstand de rust in te gaan, maar oké, het is maar één doelpunt. Die kun je nog makkelijk gelijk trekken. Tot dan dat tweede doelpunt valt voor Argentinië en dat eigenlijk dan de moed nog meer in je schoenen zakt, dat je denkt van, nou, dit wordt hem niet meer. Totdat we eigenlijk een beetje naar het einde van de wedstrijd gaan, er een doelpunt van Nederland valt en Nederland ineens weer helemaal terug in de race is, want het kan nog. Maar het ging tegen het einde, dus Nathalie die appt op een gegeven moment van, nou, ik zet hem uit hoor, we hebben gewoon verloren, zonde van mijn tijd geweest, slaap lekker. En dan zit je in die laatste minuut en dan wordt toch die gelijkmaker nog gemaakt, hè, voor Nederland, dat je dan toch die verlenging krijgt. Dus ik heb haar snel een berichtje gestuurd van kom maar weer terug, want het wordt verlenging. We hebben nog een kans. Dus zij kwam weer terug. En ja, in de verlenging gebeurt er eigenlijk niks, hè. Het is Argentinië probeert wanhopig te gaan scoren, waar Noppert de bal echt tegenhoudt. Nederland heeft ook wel een goede kans gehad, maar die keeper hield hem ook tegen.
En dan worden het penalties. Ja, en bij de penalties weet je, het is klaar, weet je. Dat ga je gewoon niet redden. En ja, toen was het gedaan. Wij hebben gewoon geen goede penaltykeeper. En die keeper van Argentinië kan dat wel. Ja, toen was het gewoon klaar. Dus ik had op een gegeven moment gewoon buikpijn van naar deze wedstrijd te zitten kijken. Omdat je toch die spanning voelt. En ja, het is toch jammer dat ze eruit moeten. Nederland heeft het absoluut niet slecht gedaan hoor tegen Argentinië. Want ze hadden ook echt wel veel balbezit. Maar het was een combinatie van de Argentijn die gewoon niet netjes speelde. Een scheidsrechter die gewoon de kant van Argentinië opneigt. Dus ja, het is gedaan. Ik las nog wel een bericht dat een Amerikaanse sportverslaggever is overleden daar tijdens die wedstrijd. Die had de afgelopen dagen al wel geklaagd over wat klachten. Die heeft nog de laatste tweet die eruit gegooid heeft, is echt nog de gelijkmaker geweest van Nederland. En daarna is die schijnbaar in elkaar gezakt en is die dus overleden. Dus dat is wel heel heftig. Doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Maar ja, misschien iets aan het hart, maar dat weet je toch niet. Ik heb de video in elkaar gezet. Ik heb mijn blogpost geschreven. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En daarna Roosgeur en Motkelijn. Dus dat was de avond. Goed, ik ga nu hier stofzuigen, de bakken scheppen. En dan gaan we de kerstboom neerzetten. Want dat is ook wel nodig. Want het is gezellig, het is december. Sinterklaas is weg. We kunnen de kerstboom neer gaan zetten. Dus ik ga jullie daarbij meenemen. Dus tijd om aan de gang te gaan. Hij is weer klaar. Ik heb hier nog eigenlijk wat dingen die ik er nog in wil hebben. Maar die moet ik eventjes uit elkaar halen nog. Dus ik moet nog eventjes. Maar ik vind hem voor nu wel weer heel leuk. Julia zit hier trouwens. Zo, hij is wel weer super leuk geworden vind ik. Ik heb ook het dit staan. Deze en de ster. Maar dat zie je nu niet zo mooi. Dus
niet zo heel mooi licht, maar dat staat ook weer. Ik ben nog even bezig geweest om deze een plek te geven, want die had ik heel leuk bedacht in de gang, maar dat wil nog niet. Dus ik moet even kijken hoe ik dat het beste kan gaan doen. En ik wil hier nog even wat leuke dingen neerzetten, maar voor nu in ieder geval is dit weer eventjes klaar. Het is weer tijd voor een nieuw vakje en we zijn bij vakje 10. En 10 zit hier. Heel plat. Oh, hoe ga ik dit eruit leggen, joh? Oh, ik heb hem. Het is een oogpotloodje. Een paars oogpotloodje. Superleuk. Ja, wel heel leuk ook weer. Nou, ik ben blij dat het weer staat. De hamster moet nog even weg. Ik wil kersthamsters neerzetten, maar daar ben ik even niet aan toegekomen. Maar ik ben voor nu alweer blij hoe het eruit ziet. Het was even weer gedoe met de lampjes. Maar ik ben nu wel weer blij. Ik ben alleen Mickey kwijt. Die moet ik zo wel even opzoeken. Ik hoop niet dat zij naar boven is gegaan. Tijger loopt hier wel. Muis zit in de keuken. Het is wel weer gezellig. Alleen nog even de laatste dingetjes dus neerzetten. En eventjes dus een plekje zoeken. Want ik had het dus heel leuk in mijn hoofd van ook, hang dat wel op. Maar dat gaat dus helemaal niet. Maar goed, dan moet ik maar even kijken hoe ik dat wil doen. Ik ben ook wel weer blij met mijn ster en zo, hoe dat hangt. Ik heb het nu aan een zuignapje, dan wel aan een touwtje extra. Want anders wou het niet. Daarom hangt het ook altijd een beetje scheef. Maar goed, maakt me ook niet uit. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik de Big Show met Ruben. En ik zet dan nog even die kleine dingetjes neer. En dat zal ik dan morgen nog even laten zien. Ik ga de vlog voor het grootste gedeelte afmaken. Of in elkaar zetten, moet ik zeggen. Dan ga ik mijn Netflix-serie kijken. En daarna ga ik Roosgerubbeld Klein kijken. Dus dat wordt ook eventjes de planning. Dus dat is het. Ik ga nu in ieder geval relaxen. Ik zie jullie morgen weer en even mijn nagel bijvijden. Want die is heel erg beschadigd. Maar goed, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag alweer zondag 11 december. Ik heb echt hoofdpijn als een malle. Ik stond daarmee op en ik weet niet zo goed. Ik heb een aspirine genomen, dus ik hoop dat het straks een beetje wegtrekt. Het is ook echt onwijs koud. Ik weet niet eens hoeveel graden het is, maar aan de gevoelstemperatuur kun je voelen dat het goed fris is. Ik zal even kijken. Het is 1 graad. Ja, het is ook niet zo gek dat het zo koud is. Ik heb gisteravond nog eventjes de kettingen uit elkaar gehaald. Ik nog graag even een kerstboom wilde hebben. Dus dat is nog wel gelukt. Dat was wel even een klusje. Maar ja, ik ben gewoon gaan zitten terwijl ik naar de Big Show van Ruben keek. Dus ja, toen is het wel gelukt. Ik heb nog even het laatste dingetjes neergezet. Dat is ook wel weer klaar. En ja, ik moet alleen nog even de kerststickers plakken en nog even dat cadeautje ophangen in de gang. Maar ik moet even een spijkertje in de muur slaan. Want hoe ik het in mijn hoofd had, is niet helemaal gelukt. Nou, ik heb ook nog even shownieuws gekeken. Ik heb nog even GTA gedaan. Lukt niet echt. En toen ben ik de vlog al in elkaar gaan zetten voor het grootste gedeelte. En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En ja, ik vind het wel een aanrader als je een beetje van, ja, ik vind het ook ergens wel een beetje psychologisch of zo. Maar ja, als je van dit soort series houdt, is het wel een aanrader. Echo's kijk ik dus. En daarna had ik Roosgerubbeld Klein, dus dat heb ik ook eventjes gekeken. Nu ga ik zometeen eventjes de groenten afhalen. Ik moet nog even naar die kerstdoos toe, want er zit nog een muisje in. Want ik dacht dat ik ze alle twee eruit had gehaald, maar dat bleek dus maar eentje te zijn. En eventjes dus de laatste dingetjes doen en dan ga ik straks foto's maken. Dus dat zal ik straks even laten zien. Maar eerst maar eventjes stofzuigen en zorgen dat de groente afgehaald is. Dan is dat weer klaar. En hopen dat de hoofdpijn zo een beetje verdwijnt. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Nou, ik zal even de fotospullen laten zien. Ik heb hier allereerst een Maybelline Fit Me Concealer. Er staat niet echt een kleur op, maar die heb ik dus. Dan heb ik een aantal producten uit de Cookie Santa Limited Editie van Essence. Het is een kerstcollectie. Ik ga deze niet hier geen video van maken, omdat het vooral heel veel lipproducten zijn. Ik heb hier bijvoorbeeld wel een highlighter. Ik heb hier
een lippenbalsem. Dan heb ik een lipscrub. En een lipstick. Maar het is gewoon niet omdat dit heel veel voor de lippen is. Is dat heel lastig denk ik om dat te doen. Maar misschien dat ik er alsnog op terugkom. En dat ik het alsnog wel ga doen. Maar daar moet ik eventjes naar kijken. Dan heb ik hier een aantal Catrice producten van de Sparks of Joy collectie. Ik heb hier allereerst de nagellakjes. Ik heb er dus vier. Dit zijn de vier kleuren. Dat zijn deze. Dan heb ik hier twee lipsticks in twee kleuren. Twee keer een blush. En dus het oogschaduwpalet. Dus ik ga hier eventjes nu allemaal foto's van maken. Maar ik zal hier nog even over nadenken. Misschien is het wel leuk voor een video. Dus ik zal even kijken of dat het alsnog kan. Dus daar ga ik eventjes over nadenken. Maar goed, nu eerst hier eventjes foto's van maken. De Sint-stickers zijn verruild voor de kerststickers. Ik denk alleen niet dat je het heel goed ziet omdat het al een beetje donker wordt. Dan heb ik hier nog eventjes deze neergezet. Hier de twee poesjes en deze. Dan heb ik hier dus nog twee kerstmuisjes neergezet. Verder had ik deze nog neergezet. Dat. En dan heb ik hier ook nog kerststickers geplakt. Dat zie je niet zo goed. En ik zal deze even dicht doen, want ik heb hem heel leuk gedaan. Kijk, ik heb deze opgehangen, maar een beetje jammer. Jullie zien het niet zo goed. Het is een cadeautje, maar hij gaat dit gewoon niet goed filmen. Nee. Nou ja, nu zie je hoe die hangt. Maar als ik hem dan aanzet, ja, dan valt hij... Oh, nu zie je het wel. Kijk. Die heb ik hier dus opgehangen. Er zit dus een timer op. Je kunt hem ook gewoon uitzetten. Maar ik vond het wel leuk. Alleen als ik het licht dus uit doe, zien jullie het niet zo goed. Ik vind hem wel heel leuk. Tijd om vakje 11 open te maken. En vakje 11 zit hier. Die is vrij groot, zo te zien. Niet zo soepeltjes. En hier zit in blottingpapers. Dit zijn dus van die papiertjes. Er zitten 50 papiertjes in waarmee je dus als je een beetje glimt je gezicht kunt afdoen met zo'n papiertje. Dit is ook wel super leuk. Maar die vakjes zijn blijft een drama, jongens. Zo, de foto's zijn klaar. Ik had nog even de hamsters neer willen zetten. Nou, dat ga ik morgen dan echt eventjes doen. Dan moet ik dat morgen niet vergeten, want die had ik nog even bij willen zetten. Omdat nog steeds die hamster van het WK staat. Ja, die mag al lang eraf. Dus morgen ga ik even nog even de kersthamsters dan neerzetten. Stom dat ik daar niet aan heb gedacht nu. Foto's maken ging op zich wel vlot. Ik ging er nog vrij snel doorheen, alleen ik was een beetje bang. Want ik zag dat mijn camera of batterij echt nog letterlijk één streepje had. Ik dacht, oh chips, hoe ga ik dit doen? Hij heeft het uiteindelijk volgehouden, maar ik ga hem er wel even op de oplader doen. Want anders heb ik volgende week een probleem. En ik zag ook dat mijn... afstandsbediening van Apple TV even opgeladen moet worden. Want die was ook nog maar heel weinig. Dus die moet ook even op de oplader. Ja, dat zijn allemaal van die dingen. Daar denk je niet zo makkelijk aan. Maar goed, het is allemaal weer gelukt. De groente is ook afgehaald. Ik ben dan even bezig geweest met het ophangen van het cadeautje. Was eerst nog wel eventjes een gedoe. Maar ik heb uiteindelijk een manier gevonden om op te hangen. En het is ook wel gezellig. Want als je nu kijkt maar de gang in kijkt, zie je ook gewoon licht. Weet je? En normaal heb ik het daar donker. Want ik heb de lamp altijd uit. Dus dat is wel gezellig. Ik hoef straks alleen nog even de lampen op te ruimen, maar die moeten even afkoelen. Ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker warm douchen en eten. Vanavond wil ik weer eventjes een aflevering kijken van Moorddossier en sowieso de code voor Koppes. Want nu wordt wel de goede aflevering uitgezonden, in ieder geval geen herhaling. Ik ga even shownieuws kijken. Ik ga mijn nagels doen, nog even gamen.
Dan ga ik mijn foto's bewerken en dan ga ik gewoon weer mijn Netflix-serie kijken en Dr. Tinus. Dat wordt verder ook de avond. Dus wel lekker relaxed. Maar in ieder geval straks eerst even lekker warm douchen, want het is zo koud. Het zal me niks verbazen als het nu alweer vriest. Even kijken, zou het al vriezen? Ja, het lijkt me vroeg, maar je weet het niet, hè? Vriest het? Nee. Ik denk het niet. Nee, toch niet. Het is ook nog wel een beetje vroeg voor. Goed, ik ga in ieder geval even lekker wat drinken en even lekker relaxen. En dan zou ik bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 12 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het zo koud. Ik zit nu in zo'n fase dat ik eigenlijk het liefst gewoon in mijn bed wil blijven liggen. Omdat het daar zo lekker warm was. Maar goed, dat gaat niet, want je moet door. Die dingen in huis moeten ook gedaan worden. Ik moet gewoon video's opnemen voor jullie. Dus ja, je moet door, maar ik zit te bibberen van de kou. Misschien zie je het een beetje. Hoeveel graden is het hier? Ja, koud. Ik ga nog een klein tikje geven. Zo. Gaat heel ietsjes aan alvast. Ik ga natuurlijk straks wel poetsen en dan wordt het vanzelf wel iets warmer. Maar hoop ik. Maar ik hoor hem al aangaan. Ik heb gisteravond weer gekeken naar moorddossier. Dat was ook best wel weer bizar. Dit zijn vooral moorden die dus zeg maar ook wel in familiekring gebeuren. Niet allemaal. Maar die dus eigenlijk bij het landelijke nieuws niet heel veel aandacht hebben gekregen. En nu dus wat meer aandacht krijgen. Waardoor ze wat meer uit de doeken gedaan worden. Maar ook wel bizar, dit meisje was met 30 messteken vermoord en eerst kreeg deze ex die het gedaan had 10 jaar, uiteindelijk na hoge beroep 14 jaar, waar hij er maar 6 van hoefde te zitten en hij was ook al gewoon weer op vrije voeten. Er zijn ook wat berichten op Tinder gesignaleerd waarin hij wat cryptische omschrijvingen gaf, waarop het leek alsof hij het zo weer opnieuw zou doen, maar dat was een aanname die ze deden, dus ja, het was heel bizar. Ik heb ook de Code voor Koppers gekeken. Dat was wel weer heel erg leuk. Ik heb heel erg gelachen. Ik kwam ook wel door Francis van Broekhuizen, omdat hij gewoon echt heel grappig is. Dat was wel weer leuk. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn rood. En dat is dat lakje van Catrice. De naam kan ik absoluut niet lezen. Die zal ik even onder in beeld neerzetten. Maar die zit er in ieder geval weer op. Toen ging ik mijn Netflix-serie kijken, nadat ik mijn foto's had bewerkt. En daar bleek ook wel dat ik de laatste aflevering van had. En die had ik niet helemaal zien aankomen. Ik dacht eigenlijk dat ik er nog een paar had. Maar dat was dus niet zo. Maar dat was ook weer zo'n vreemd einde. Waar ik eigenlijk geen touw aan vast kon knopen. En daar hou ik niet zo van. Ik hou eigenlijk wel een beetje van eindes die een beetje begrijpbaar zijn. Dat was deze weer niet. Het is al de tweede serie waarin ik een vreemd einde had. Dat is een beetje jammer. Daarna had ik Dr. Tinus. Dus dat was het ook. Ik ga zo meteen de bakken even doen. Het stinkt hier nu een beetje. Ik heb gewoon elke dag de bakken geschept. Maar dan echt op de dag dat het echt nodig is om hem helemaal te verschonen, gaat hij ook wel echt ruiken. Ik ga de douche doen en de gang. Ik moet even een was opvouwen en ook even een was aanzetten. Maar wat ik gewoon een nadeel vind, als je eenmaal weer je kerstspullen hebt neergezet, het is super gezellig. Maar ik weet niet zo goed waar het dan met mijn stofzuiger heen moet. Dat is altijd een beetje een euvel, want die staat een beetje in de weg. Dus die ben ik gewoon steeds aan het verplaatsen. Maar ik vind het gewoon eigenlijk heel vervelend. En dat is wel even een nadeel. Maar goed. Ik ga jullie gewoon weer meenemen. Dus nu eerst maar eens even aan de gang. In de hoop dat ik een beetje warm word. Thank you.
ik heb ook even kersthamsters neergezet. Ik heb er hier twee. Ik heb hier Harry. Die is eigenlijk meer winters, maar die mocht ook alweer staan. Harry heeft een pluisje aan zijn buikje. En dan heb ik er daar nog twee staan. Dus, nou, wel weer even gezellig. Dus ja, wel weer leuk. Het is tijd om vakje 12 open te maken. En vakje 12 zit hier. Het is een vrij klein vakje. En ik hoop dat ik hem een beetje op een normale manier open ga krijgen. Aangezien ik nu ook mijn nagels gedaan heb. En het lukt. Nou, altijd fijn. Ja, nou is het nog uit te krijgen. Oeh. Ik heb het idee dat dit nagelstickertjes zijn, die heel kerstachtig ook zijn. Kijk, je ziet allemaal kleine sneeuwvlokjes en wat staat er nog meer op? Sneeuwmannetjes hebben we ook. Het is wel heel leuk natuurlijk. Niet per se heel erg kerstachtig, maar wel gewoon winters. Gewoon leuk met sneeuwvlokjes en zo, dat is wel heel erg leuk. Ook weer. Zo, ik heb alles weer afgekregen. Ik moest heel even naar buiten om de dingen te doen. De bakken leeg te gooien. En het was wel heel koud, maar ik had natuurlijk mijn jas aangetrokken. Maar alles is in ieder geval weer lekker klaar. De douche en de gang. Ook fijn dat ik nu weer chloor had. Vind ik toch in het toilet, in de douche wel heel lekker. Ik krijg er zo lekker een zwembadgeurtje van, vind ik altijd. Dus dat is wel fijn. De was is alweer opgevouwen. Dus dat is ook wel lekker. Dus die gaat van de week weer naar boven toe. Ik heb mezelf alweer in het licht gedompeld, want ik vond het alweer donker worden. Nou ja, de kersthamsters staan er weer. Dat is ook wel weer gezellig. Dus ja, eigenlijk best wel een productief middagje, maar ook wel lekker. Ik ga zometeen nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen. En eten. Vanavond kijk ik gewoon weer Goede Tijden. En daarna ga ik kijken naar Nieuw Amsterdam. Want dat heb ik opgenomen. Ik ga even shownieuws kijken. Ik wil sowieso weer eventjes Fortnite gaan doen. Ik had gisteren trouwens nog GTA gedaan. Eindelijk ben ik weer een paar opdrachten verder. Want ik kwam nu eindelijk door die opdracht heen. Dus dat was ook wel heel fijn. Vanavond weer eventjes verder met Fortnite. Ik wil eventjes een extra video, die moet ik even editen. Dan moet ik een blogpost schrijven. Ik moet een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. En ik moet... Wat moet ik nog meer? Nee, ik moet niks. Ik ga door de tieners kijken, dat is het ook. Dus verder niet heel veel bijzonders, maar gewoon een lekker avondje. Ik heb ook een beetje last van mijn buik, dus op zich wel even lekker. Soms dan even lekker relaxen met de katjes. Dat is ook wel fijn. Ik ga jullie ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 13 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond weer naar Nieuw Amsterdam gekeken. Was wel weer heel erg leuk. Ik moet zeggen dat ik wel heel erg geniet van deze serie. Dat was wel weer heel fijn. Ook al moet ik nog steeds een beetje inkomen. Ik heb even shownieuws gekeken en Fortnite gedaan. Toen heb ik de extra video ingepland, maar ik zat nu net te kijken. Ik ben vergeten een linkje in te plakken van de blogpost. Dat moet ik nog eventjes doen, maar dat lukte niet via de iPad. Die was ook leeg, want ik was vergeten hem op te laden. Ik dacht dat ik hem daar vandaan ook wel even kon bewerken, maar dat gaat dus niet. Dus dat moet ik echt even op de computer doen. Ik heb mijn blogpost geschreven. En toen heb ik een nieuwe Netflix-serie gestart. Dat is iets met kerst. Ik zal eventjes de naam onder in beeld zetten, want dat weet ik eventjes niet meer. Het was in ieder geval, het ging over een meisje die dan tegen haar ouders heeft gezegd dat ze iemand zou meenemen met kerst. En dan heeft ze nog 24 dagen om iemand te vinden, want ze heeft dus niemand. Maar ze wordt helemaal gek van het gezeur van haar familie daarover. En daarna had ik Dr. Tinus, dus dat was het eigenlijk ook wel. Dus niet heel veel spectaculairs of zo. Ik ga zometeen eventjes twee video's opnemen. En daarna wil ik nog eventjes verder gaan met het Diamond Paint kerstboompje. Want die is ook nog niet af. Dus ik hoop dat ik weer eventjes een beetje verder kom. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. Verder heb ik ook niet zo heel veel te vermelden. Want ja, er is gewoon niet zo heel veel gebeurd.
Dus ik ga nu even de stofzuiger er doorheen halen. En dan ga ik eerst even zorgen dat de video's erop komen. Mickey is onwijs vervelend. Ik weet niet wat hij heeft. Maar goed, ik ga dat nu eventjes doen. En dan zet ik jullie straks weer eventjes gezellig bij je diamond painten. Hoe die al vlot. Zo ziet het er nu uit. Er moet dus nog wel een stukje, maar het begint al vorm te krijgen. En de achterkant dus ook. Ik denk dat hij deze week misschien nog wel afkomt. Dan moet ik even kijken. Maar hij krijgt vorm. Alleen hier wil hij dus niet plakken. Dus hier moet even een drupje lijm tussen. Maar ik vind hem wel al heel leuk zo. Tijd voor groepje 13. 13 zit hier. We gaan hem openen. Kom, klap. Ja, het lijkt op een dingetje waarmee je kwastjes kunt schoonmaken. Die je dus met een zuignapje vastmaken in je bak en dat je met je kwastjes eroverheen kan gaan. In de vorm van een lipje, dat is wel leuk gedaan. Wel weer een leuk cadeautje. Nou jongens, ik heb alles weer klaar. Ik heb twee video's erop staan. Ik heb lekker eventjes aan het kerstboompje gewerkt voor met de diamond painting. Ik denk alleen wel dat ik er maar eentje af krijg, want het andere dat gaat gewoon niet. Ga ik gewoon niet meer redden voor de kerst. Het is al een wonder als ik deze afkrijg. Het is wel wat meer werk dan je denkt, omdat het hele kleine steentjes zijn. En ja, dat is gewoon een beetje lastig. Maar dat komt vast wel goed. Zoals je kan zien, ik bibber heel erg. Ik heb het echt ijskoud. Ik ben van gisteravond toen ik ging slapen ook met een kruik naar bed gegaan. Omdat ik het zo koud had. Ik weet ook niet hoeveel graden het nu is. Maar ik heb hoofdpijn. Ik heb buikpijn. Het is allemaal even bleh. Ik weet het niet. Ja. Wat? Oh, het is ook gewoon echt -3 nu. Ja, vind je het gek dat ik het zo koud heb? Allemachtig. Die had ik niet zien aankomen, jongens. Maar goed. Ja, toen had ik ook nog een shoplog. En dan moest ik even wat kleren voor aantrekken om te laten zien. En toen had ik het ook nog zeer zo koud. Dus ik ga zo even lekker op de bank onder een kleedje. Want ik heb het gewoon echt ijskoud. En ik denk vanavond toch even een kruikje er ook bij. Maar in ieder geval vanavond ook weer met een kruikje naar bed. Dat was wel heel lekker. Ik ga in ieder geval nu eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. En na eten. Vanavond kijk ik gewoon naar Zeeman Confronteert. Want
Bureau Arnhem is al afgelopen, is niet echt een aankondiging voor geweest, maar het was in één keer ook echt abrupt dat het afgelopen was. Want ik zag nu dat je bureau Hofstad gaan uitzenden, ja, dat heb ik allemaal al gezien, dat hoef ik niet nog een keer te zien. Dus ik was eigenlijk een beetje verbijsterd dat dat in één keer zo abrupt geëindigd was. Ik wil eigenlijk nog even Fortnite gaan doen vanavond. Ik ga de vlog afmaken en mijn foto's bewerken. Ga ik verder met de Netflix-serie die ik aan het kijken ben. En weer Dr. Tinus kijken, dus dat wordt het ook wel. Maar straks ook eerst even lekker warm worden met een douche, want het is nou wel echt extreem koud. Maar goed, ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daarna staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!